Dat gaat en dat doet tegenwoordig allemaal maar in het vierde en vijfde studiejaar. Dat verhuist allemaal van Utrecht naar Amsterdam. Is Amsterdam dan echt zoveel leuker dan Utrecht? Ik dacht, dat gaan we uitzoeken vandaag. Hoe moet je dat doen? Even over nagedacht. Ik wilde twee objectieve maatstaven met elkaar vergelijken. Dus wat heb ik gedaan? Vandaag vergelijken we de Amsterdamstraatweg in Utrecht versus de Utrechtstraat in Amsterdam. Utrecht, mijn stadje, daar gebeurt van allerhand. Utrecht is beter. Ja, waarom is Utrecht beter? Omdat hier ruimte goed is. Een goede ruimte. Hallo. Ik ben van Dub en we zijn een filmpje aan het maken over Amsterdam versus Utrecht. Ja. En ik vroeg me af waarom jij hebt gekozen om in Utrecht te studeren en niet in Amsterdam. Ja, als je nou een heel makkelijk antwoord geeft, dan is het natuurlijk de vrouwen, hè? Je hebt een enorm vrouwenoverschot. Ja, en dat is niet in Amsterdam zo? Nou, volgens mij liggen de statistieken er niet over. Is het in Utrecht gewoon een tikje beter. En dat is voor jou wel het doorslaggevende argument? Dat was wel de reden, ja. Nou, we staan in de oudste visboer van... Viswinkel. Sorry. Nee, gewoon even over. We staan in de oudste viswinkel van Utrecht. Zo moeilijk is het, niet de oudste visboer. Jongen, wat een vent. Ja, studenten, maar ook ouderen, mensen uit Maarsen, mensen uit het centrum van de stad. Nou, dan komt hier van alles wat. En als u de stad in één woord zou moeten omschrijven, hoe zou u dat dan doen? Sociaal. Druk. Hé, hey, Moff? In één woord. Oh, breed. Breed? Ja. Utrecht, het mooiste van allemaal. En hier heb ik dus altijd van gedroomd als klein kind. Peter Jan Rens deed het al en die heeft nu echt een superlekker wijf. We gaan naar Amsterdam. Zo, Twan en vriendje Douwe op stap, deel 2. We zijn in Amsterdam aanbeland bij de Utrechtse straat. En we gaan eens even kijken hoe het hier is gesteld. Nou, eerste impressie tot op heden is dat het ziet er iets geciviliseerder uit dan de Amsterdamstraatweg. No offense aan de Amsterdamstraatweg, maar ik zag wel erg veel belwinkels en money transfer shit. Hier zijn gewoon een beetje restaurantjes, ook zonder kebab. Vind ik wel jammer, minder keuze. Maar tot op heden, het ziet er gezellig uit. Waarom is Amsterdam leuker dan Utrecht? Het is veel gezelliger. Ja, en waarom is het gezelliger? Ja, ik ben nooit in Utrecht, maar ik vind hier gewoon de mensen heel gezellig. En heb je hier vaak studenten die langskomen, die even een bloemetje kopen om het goed te maken met een vriendin, dat zij vreemd gaan of iets dergelijks? Ja, heel vaak. Ja, gebeurt vaak. Nou, het oog wil natuurlijk ook wat. En vanuit esthetisch oogpunt leek ons dit een heel mooi plaatje. Je kan zeggen wat je wil, maar het ziet hier wel mooier uit. Geef mij maar Amsterdam. Eindoordeel. Utrecht was gezellig, authentiek, veel kebab, wat zeker een pluspunt is. Je kan gewoon nog uitgescholden worden door de visboer, hartstikke authentiek. In Amsterdam hadden mensen niet zoveel zin om met ons te praten. De mensen die hebben gesproken waren prima mensen. Het zag er allemaal mooi uit, wel veel toeristen. Dus als eindoordeel voor de straten zou ik zeggen Amsterdamstraatweg, stuk authentieker. Als stad zou ik toch zeggen Amsterdam. Maar hey, dat mag eigenlijk pas na je studie. Dus ik ga gewoon weer terug naar Utrecht. En het is in allebei de steden slecht weer. Geef mij maar Amsterdam!